He's rich. He's small. He's ugly. Vandaag niet the world according to Bart, maar according to Dart. Terwijl ik mijn kerstboom aan het aftuigen was, keken vorige week zondag 3,5 miljoen Nederlanders 2 uur lang naar 6 pijltjes. Sorry Nederland, maar ik begrijp daar geen reet van. Raymond van Barneveld heeft vorige week 12.673 pijltjes gegooid en Den Haag en de rest van Nederland ligt aan zijn voeten. Terwijl Marco van Basten en Johan Cruijff veel meer hebben moeten presteren op zoek naar eeuwige roem, kunnen zij sinds afgelopen zondag de titel Sportman van de Eeuw wel op hun buik schrijven. Want dat wordt pijltjesgooier Raymond van Barneveld. Het enige leuke vond ik zijn opkomst. Toen kwam hij met een FC Den Haag sjaaltje op met de briljante tekst Return of the Legend. En hij hield het sjaaltje zo dat hij het kon lezen. De kijkers moesten het doen met de achterkant en daar stond het ondersteboven. Showmannetje. Ja, los van het feit dat darten maar door 2 landen beoefend wordt en dat ik het een televisiesport van 180 keer niks vind, gaan we ook nog eens een keer uitgebreid voor- en nabeschouwen. Eerst kregen we de staatssecretaris van Sport. Toen de wethouder van Den Haag. En als klap op de vuurpijl, Giel van Praag. Nou, ik kan me inderdaad voorstellen, als je een paar uur lang naar 2 pijltjesgooiers hebt gekeken, dat je niet lekker kan slapen zonder het briljante commentaar van Giel van Praag. De haarfijne wedstrijdanalyse van dartgoeroe Giel van Praag. De BBC heeft zitten slapen. Waarom zat dartprofessor Giel van Praag niet in de BBC-studio? En na Giel van Praag kwam de meester zelf. En wat zei de legend toen de interviewer hem vroeg hoe hij zich voelde toen het in het begin niet echt lekker ging? Ja, ik had toen het pijltje erbij neer kunnen gooien. Het pijltje erbij neer kunnen gooien? Het pijltje erbij neer kunnen gooien? Voor alle duidelijkheid, dus niet het bijltje, maar het pijltje. Nou, ik kan bijna niet wachten tot volgend jaar. Want wat zal Raymond dan weer gaan zeggen? Die laatste dubbel was een pijl op 7. Bij die trippel werd ik zo geil als boter. In de tweede leg moest ik alle pijlen bijzetten. Mag ik even een pijltje? Jonge, jonge. Maar ja, dat ik helemaal alleen sta bij mijn twijfel over de sportieve waarde over dit uit de hand gelopen jongenspel, bleek afgelopen woensdag wel. Amusementsgoeroe Joop van den Ende was er als de kippen bij om Barney een tv-contract aan te bieden voor 26 sportquizjes. Een volksheld als Barney, zei ome Joop, verdient gewoon een eigen tv-show. Tuurlijk. Joop heeft altijd al geweten dat er achter deze Haagse postbode een groot presentatorschool ging. Ja, en een formatje, dat had hij nog wel ergens liggen in een oude doos over van Sport 7, weet ik veel wat. Joop zegt dat Barney het onwijs goed gaat doen op tv. En nu komt het. Gewoon omdat hij een boeiende persoonlijkheid is als hij zichzelf is. Ja, ja. Dus iemand die van zijn levensdag nog geen millimeter gepresenteerd heeft, mag van Joop gaan presenteren omdat hij zo lekker zichzelf is, als hij niet presenteert. Het zal wel. Ik vind het in ieder geval de logica van een op hol geslagen drol. Nou, ik zal ze in ieder geval niet gaan uitzenden, die 26 sportquizzes. Niet omdat ik darten, 180 keer niks vind, maar omdat in mijn wereld echte sporthelden nog altijd Johan Cruijff, Marco van Basten of Willem van Hanegem heten. En ik was het eigenlijk niet van plan.
Maar volgend jaar neem ik weer een kerstboom. Dan heb ik tenminste wat te doen tijdens de dartfinale. Dit was Dart de Graaf. Goedenavond. A 180! BNN.